Nou, rond 12:30 is er een personenauto uit de Graafseweg over de Willemsweg gaan komen rijden. Er reden een aantal fietsers voor hem en een van de fietsers is geschept. Hierbij is het fiets, zoals u ziet, ongeveer 3 meter hoogte in de lantaarnpaal beland. En voor zover wij dat nu kunnen zien, heeft hij te maken met het ongeval. De slachtoffer is gewond en over de toestand van de slachtoffer kunnen we nu niks zeggen.